Welkom lieve kreeft, fijn dat je erbij bent. Dit is jullie reading voor de laatste 2 weken van augustus. En natuurlijk de crosswatches zijn ook welkom. Kijk even of het resoneert. Het kan zijn dat als je je nog niet hebt geabonneerd, dat gaat helpen omdat dan jouw energie verbonden is met het kanaal. Vergeet ook niet naar mijn tweede kanaal te gaan, Philomena's Tarot. De meesten hebben dat al gedaan. Dank je wel voor jullie abonnement daarop. Want hoe meer abonnees, hoe meer gratis readingen ik daarop mag gaan posten. Maar ik ben jullie ontzettend dankbaar, niet alleen voor mijn tweede kanaal, maar ook dit kanaal. Dat jullie die blijven ondersteunen, dat jullie blijven liken, dat jullie blijven delen. Dank je wel. Super lief. En natuurlijk ook voor de vele bezoeken voor privé reading, coaching, begeleiding en rijke hintingen. Dank je wel. Voor vandaag de Gilded Tarot en de Ocean Deck. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor onze lieve kreeften? We beginnen met de liefde. We gaan ook nog naar het werk kijken en persoonlijke ontwikkeling. De liefde. Je mag iets loslaten. Het werk. Dan krijg je een nieuwe visie. En persoonlijke ontwikkeling, moraliteit. Ik vind altijd een hele moeilijke kaart, die moraliteit. Maar goed, ik word lekker uitgedaagd. In de liefde kan het zijn dat er veel gebeurd is. Dat je dat los mag laten of dat je aan het werk bent om dat los te gaan laten. Dan heb ik hier op het werk kan het zijn dat als je dit eenmaal hebt geheeld, dat je dan een vernieuwde blik, een vernieuwde visie krijgt op het werk. Dat je geïnspireerd raakt, als nooit tevoren. En dat je dan nog succesvoller gaat zijn. Gaat je een fundament geven. Nog verder in balans brengen. En op persoonlijke ontwikkeling. Je gaat bepaalde dingen nog meer doorzien. Heb ik het gevoel bij deze kaart. Wat mogen wij weten over wat de kreeft mag loslaten? Wat mag de kreeft loslaten op het gebied van de liefde? Het kan zijn dat je je hart dat je hart gestolen is door een vuurteken, een ram, een leeuw of een boogschutter. Of dat je heel veel passie voor iemand had. Je dacht dat dat een vaste relatie en of dat je verder zou gaan met deze persoon. Dat je een volgende fase in zou gaan. Maar dat is helaas anders gelopen. We hebben hier de torenkaart en nu besef je van ik moet deze persoon loslaten. Je voelt daar veel liefde voor, dus dat zal enorm moeilijk zijn. Maar die persoon die doorziet niet... wat hij of zij moet doen in deze connectie. Zit nog altijd in player modus. En die energie die voel jij extreem. Dus jullie hebben een speciale band. Kan pas live zijn. Kan tweeling zijn. En dat probeer je los te laten. Op het werk... Een andere blik, een nieuwe visie, meer inspiratie. Je gaat je pijn, je verdriet ook in je werk gooien. Dus je gaat jouw energie ga je veranderen. Zodat je een stevig fundament kunt bouwen. Je gaat beslissingen nemen. Je gaat meer balans brengen. Je komt weer terug in balans ook omdat je dus je op je werk stort. En dat brengt ook meer geld in het laadje. Dit is wat je ook moet doen volgens het wiel van fortuin. Dit deel van het dek hoor ik. Moraliteit op persoonlijk vlak. Je leert meer normen en waarden. Ja, je had te maken met een past life soulmate, denk ik.
of een twin flame. En jullie zijn in meerdere levens samengekomen en je had graag verder gewild, maar deze connectie is uit balans. Gaat gewoon niet verder, het loopt niet. Dus dat is een stuk wat jij mag helen. Je wilt graag vooruit, is je eigen kaart. Maar je moet jezelf een halt toeroepen. Je hebt de connectie verbroken of er is geen communicatie op dit moment tussen jullie. Intuïtief voel jij heel veel. Heel veel passie voor deze persoon. En dat doet je zeer. Je had graag een nieuw begin gezien. Je had graag anders gezien. Maar goed, het is niet anders. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Ik ga eens een advieskaart vragen. Wat mag ik voor advies krijgen op het loslaten op liefdesgebied? Kan zijn dat je jezelf gaat isoleren. Pas daarvoor op. Niet te veel doen. Het is soms goed om onder de mensen te komen. Om ook eens die teugels te laten vieren. Kan zijn dat je natuurlijk even tijd nodig hebt voor jezelf om je te herpakken. Maar het beste is ook om uiteindelijk na het loslaten van pijn en verdriet. Om dan eens even lekker ook te gaan dansen of iets te doen waar je van geniet. Wat mag ik weten over het werk? Ja, het werk wil jou af en toe wel een beetje gek maken. In de zin van, je hebt meerdere keuzes die je moet maken. En misschien ben je bang om de juiste keuze te maken. Maar met het wiel hier ga je de juiste keuze maken. En achteraf zal je je wel weer voor je kop kunnen slaan. Dat je denkt van, ik heb mezelf weer te gek lopen maken, te veel zorgen lopen maken. Ook is het zo omdat je natuurlijk mogelijke concurrenten hebt, dat misschien te veel in je hoofd speelt. Laat dat los. Laat dat los. Niemand is zoals jij. Jij bent uniek. Dus laat dat los. Dat is even een tussenstapje, maar dat is voor sommigen. Bij sommigen krijg ik dat door. Ja, ten slotte een algemene reading. Wat mag ik weten over persoonlijke ontwikkeling? Ja, uiteindelijk ga je weer moed en kracht krijgen als je het een en ander geheeld hebt. Als je iets los hebt gelaten. En dan zal je zien dat je toch weer de kracht hebt, de moed, vernieuwde energie hebt om verder te gaan. Ook al is het moeilijk om je past life soulmate of je twin flame voor dit moment los te laten. Het kan zijn dat je op liefdesgebied te maken hebt met een schorpioen of met een vuurteken. Leeuw krijg ik heel sterk door. Maar ook een boogschutter of een ram kan het zijn. Op werkgebied kan je met, als je alleen werkt, dan heb ik eigenlijk veel vuur door. Dus dan krijg ik de tweeling krijg ik. Ik weet dat dat geen vuur is, maar de tweeling krijg ik door. En de boogschutter. En werk je samen, dan kan het zijn dat je met een tweeling samenwerkt en of een boogschutter. Persoonlijk vlak zie ik de vis. Dus je zit heel diep in je gevoelens. En de kreeft zelf, dat is natuurlijk je eigen hoofdsterrenbeeld, zal ik maar zeggen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Je mag liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Tot de volgende keer. Namaste.